700 winkeliers in Suriname doen mee met het project Basisbehoeften voor levensmiddelen van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Middels dit project worden basislevensmiddelen tegen een zo laag mogelijke prijs beschikbaar gesteld in de winkels. Het gaat in deze om 23 levensmiddelen, waaronder blom, zout, kip, sardine, bruine bonen, aardappelen, pindakaas en jam. Het project staat onder leiding van de consultant Dennis de Keizer. Het ministerie heeft, voordat ze het project heeft geïnitieerd, eerst overleg gevoerd met importeurs, distributeurs en winkeliersverenigingen.